Wat is dit, Oh! Hé, hey, kijk, ik heb een aquarium vol met piepers. Kijk, normaal. Stop je in de grond. Maar deze keer niet. Deze keer stop je in een aquarium en ze kunnen zwemmen, oké? Dit zijn alien piepers. Dit zijn niet zomaar piepers. Weet je wel, die vieze gekookte aardappelen die je altijd eet in de avond? Nee, dit is geen Hollandse pot. Dit zijn alien piepers. Die zijn leuker, die hebben oogballen. Ze zijn heel eiwitrijk. Ik heb voor de verandering alvast wat voorbereidingen gedaan qua eten. Weet je wel, ik had weer kunnen jagen zo, mijn gezin in. Dat heb ik wel gedaan, maar heb ik gewoon niet in de video. Maar what up? Ik heb 2 flesjes water. Ik heb alleen geen eten, maar shit. Moet ik eten maken, though? Het is wel zonde van de piepers. Ik heb het niet zozeer nodig nu. Het gaat toch maar verrot. Ik heb ook geen zout bij me, bedenk ik me. Nee, ik heb zout. 1 piepertje nodig. Oké, sorry. Je broertje Larry, Larry de pieper, die gaat dadelijk gebakken worden en ga ik hem consumeren als ik er zin in heb, oké. Maar vandaag gaan we weer het een en ander doen natuurlijk. En heb ik een batterij bij? Dat is wel handig om te hebben natuurlijk. Batterij 100%, alright. En de van de ding is 39, oké. Want wij hebben nu dit ding. En dat is de welder, de lasersnijder. Dat ding, ja, in één keer goed. En ik heb begrepen, als ik de comments goed heb gelezen, dat... Momentje. Waar is het eiland? Daar recht voor me. Dat daar waarschijnlijk dus van die alien dingen liggen, waardoor ik dus in die base kan komen, oké? En misschien een potentiële entree van de base. Dus ja, ik denk dat we daar even naar gaan kijken. Wat ik ook nog moet doen, is naar het andere eiland, omdat ik moonpool fragmenten wil hebben. Zodat misschien als je dieper kan duiken. We weten allemaal hoe dat gaat. Dat ga ik misschien nog proberen te bereiken nu, maar ik ga eerst naar dat eiland. Dan waarschijnlijk naar de Aurora voor de prawn suit. Dus voor de volle access suit. En dan misschien ook naar het volgende eiland, oké? Het wordt een drukke episode. En ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Maar waarschijnlijk iets vochtigs. Laat ik hem deze keer dan maar aan de rechterkant parkeren. Want de vorige keer zijn we linksom gegaan. Oh, tering. Ik krijg echt van alles aan. Sorry. Jezus, heb ik nou wat doodgemaakt? Een magnetiet. Nee, ik heb al mijn eigen paar tieten, oké? Dat is genoeg voor mij. Ik ben snel tevreden, oké? Je moet tevreden zijn met 2 tieten. Goud. Nee, ik neem hem maar gewoon mee. Het is niet zozeer nodig. Ik koop eigenlijk nog steeds op diamantjes. We hebben heel veel diamantjes nodig. Anders kun je de vrouwtjes niet tevreden maken. Zo gaat dat. We willen al die money van je hebben. Al die diamantjes. En Rolex en shit. Ik weet niet. Geef mij iets om horloges. I don't even know. Oké, zijn we dan. En 3 keer raden wie er een stomme fout heeft gemaakt. Ja, ik dus. Wie anders? Ik ben namelijk weer het mes vergeten. Dus we gaan wel even alle krabjes ontwijken. Wat is dit? Hallo? Dit is niks. Oké, dat is vreemd. Hier zijn wel heel veel basalt crops. Dit is dan magnetiet. Oh, uranite. Oké. Ja, daar ga ik me nou niet mee bemoeien, denk ik. Voor de rest liggen er ook geen koelkastje. Hé, een Reaper Leviathan penis. How about that? Ja, hij gaat de grond in. Fuck that shit. I'm out. Nope. Hé, hey, ik kan hier gewoon op. Is hier een ingang dan ook? I got him. Hé, hey, paars artifact. Boah, dat is vet. Oké, dat is heel cool. Ah ja, die kunnen we dus gebruiken voor de deur. Ik weet niet of we eerst misschien... Ja, we moeten hem gebruiken of misschien ligt er wel meer. Toen was het donker, dus ik heb het niet helemaal goed kunnen zien. En... Dat meen je niet, er is hier gewoon een pad omhoog. Ah, palen man. Oké, wat we gaan doen, we gaan eerst even dat pad vervolgen daar. Dan gaan we even hier binnen checken, oké? Hey, thanks de mensen in de comments die mij geholpen hebben met die handige tip. Anders was ik gegarandeerd van, wat de fuck is dat? Oh, is een vlindervis. Nope. Jongens, laat me een beetje met rust, oké? Ik heb geen messie bij me. Hey, een koelkast. Kuurschanko. Panzerduikpak, maar die heb ik al. Maar ja, geef me de titanium dan maar, is geen probleem. Hallo? Je lijkt niks te liggen. Ik denk dat ik die gang ook niet hoef te... Ah, shit, daar heb je zo'n... Zo'n besmet stom krabbetje. Flikker op. Hallo! Oh. Krabben. Ga weg! Ze stoken me! Nee, laat me met rust. Oké, ja, ik wil deze ding even scannen eigenlijk. Ze zijn zo agressief! Stomme kutkrabben. Waar de fuck gaat dit heen, though? Hier is een hele tempel. Oké, ik moet eerst even dat ding juken. Krab, die moet even naar onder springen. Yo, maar dit is dope. Wat is dit? Ik kan het scannen. Brandstofkristal. Wat is een brandstofkristal? Ik kon iets scannen hier. Wow, ik kan het hele platform scannen. Wow, buitenaardse structuur. Oké. Okay. Alien bouwwerk. Ja, dat is leuk. Oh, misschien is dat dus wel zo'n ion-kristal, zeg maar. Zo'n groen ding. Oh ja, ik heb opgezocht. Dat is een groene kubus. Ik weet niet of het al had gezegd. Shit, oké. Dan moeten we daar dan even checken. Maar dan kunnen we denk ik beter eerst het schip in. En misschien ligt dat daar dan. I guess. Oh, dit klinkt zo cool. Doe je move. Oh yeah. Maar jammer genoeg geen extra artifact meer. Of geen. Was het een artifact? Ja, yeah, I guess. Geen paarse plaat. Oh, shit. Got him. Oké, ik heb er wel één. Ik heb er toch één gevonden. Hey, that's pretty good. Hey, wacht. Oh, hier ben ik al geweest. Hey, maar dat is lekker. Dan heb ik er 2. Geen fall damage toch? Oh, wat? Doe normaal. Dat is fucking fall damage in deze game. Dat is lullig. Daar heb ik nooit rekening mee hoeven te houden. Man, dan moet ik opslaan voor het geval dat. Ten eerste vloog ik gewoon naar onder, weet je wel. No problem. Maar nee, nu wordt het spel moeilijk gaan doen. Geavanceerd en zo. Jongen, je bent arg niet. En ja, nou durf ik je dus niet meer naar onder te vallen. Ik ga het wel doen, maar ja, ik durf het niet meer. Oké, daar is het moment. We stoppen erin, ik ben heel benieuwd. Oké. Yeah, shiny shit. Gaat hij nou open? Lekker jongens, oké, we gaan naar binnen. We zijn binnen in de scanstone. Dit structuur is opgemaakt met metaallegering dat de integriteit zwaar verhoogt. Het is gewoon een analyse, denk ik. Het is slechts een analyse. Identiteit.
rectify the background message being broadcast through the facility. Oké, en het is gedeeltelijk vertaald. Unidentified craft in orbit of this planet will be destroyed. Blada bida booty booty body prevented. Bleeding body booty body body. Oké, dat is Italiaans. Sowieso, 100%. Oh fuck man, dit gebouw ziet er dope uit. Is het een dolof ook of zo of niet? Data terminal, oké. Oh, kun je dan juist de taal leren? Dat is wel cool. Als je bepaalde dingen wil vertalen, I guess. Ah. Ik heb iets geleerd, maar ik weet niet wat. Kan ik nou iets nieuws craften? Want dat zou wel dope zijn. Nee, lijkt er niet op. Ik kan wel al best veel maken. Wat is dit? Uitkomende enzymes. Wat? Mysterieus enzym. Oké, nee. Ja, sure. I don't know. I don't even know, jongens. We hebben het. Ik weet niet of dat de functie was van het gebouw of zo, maar sure. Laten we verder gaan verkennen, denk ik. Hey, dit moet dan een ion crystal zijn. Hell yeah, die is zo vet. Ziet er echt vol creeper, Minecraft, glowing ship-achtig uit. Alright, we hebben nu dus één ion crystal gevonden. Hij is zo cool. Waar is hij? Oh, hier. Oké, daar is er nog één. Nailed it. Oh, twee. Lekker, jongens. Ik weet niet of ik die allemaal op moet maken aan zeg maar, artifacts, though. Dat is nog een beetje een raadsel voor mij. Dus als jullie dat weten, zeg het gerust in de comments. Je hebt in ieder geval weer een data terminal. Heb ik dan ook? Alien schematic. Wacht. Further alien data required. Oké, uiteindelijk valt alles op zijn plek, denk ik. Als je al die dingen hebt gescand. Oh, ik hoorde een creepy ass luchtje. Zo. Alsof iemand echt zo'n hele sneaky scheet liet, weet je wel. En dan erger en zonder stank. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Oh! En for real, dat was dit een lift. Mijn oog begint te twitchen. Maar, ah, oh, dan kan ik alleen verder als ik. No! Zal ik hem hiervoor gebruiken? Ik ga hem gewoon gebruiken, fuck it. Ik kan er nu toch twee maken. Kan ik hem er ook uithalen of niet? Nee, als je ze eenmaal gebruikt ben je ze ook gewoon kwijt. Yo, we hebben een big ass zwembad. Ik wil ook een big ass zwembad. Moet ik eerst even meer YouTube money verdienen. Heel veel meer. Waar komt dit op uit dan? Oh, dit is gewoon de oceaan man. Dit is gewoon, oh, wat is dat? Een warper, fuck dat. Nee, dit is gewoon buiten. Dit is, oké. Dus er is een ingang via het water. Ah, dan heb ik het idee dat ik er een verneukt heb, shit. Want dan kan ik wel niet daardoor heen. Maar dan had ik er dus wel één kunnen besparen, bij wijze van spreken. Oh, zo is er nog een iron crystal. Lekker, kom maar op. Er gaat een lamp aan, zie je dat? Oh. Oh, shit. Dit is een persoonlijke lichtshow. Ah, shit. Is er nog een deur? Kom op. Dit doet me denken aan Solus. Weet je wel, die game die ik nooit heb uitgespeeld. Scans indicate lies beyond the facility control room. Oh, is dat de laserbeamkamer? Dude, ik wil in de laserbeamkamer. Gun mij de laserbeamkamer toegang. Ja, als ik dit nou even eerder had gefixt, had ik dat schip kunnen redden. Waarschijnlijk. I don't even know, man. I don't even know. Dit is zo cool, though. Ga mij eens even vertellen wat dit is. Zet faciliteit uit. Nee, joh. Ja, gaan we wel doen, though. Gaan we wel doen. Gaan we lekker uit. Fuck jou met je kanon. Hier, ga uit. Oh, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Jongen. Oh, nee. Wat? Infected individuals may not disable the enforcement system. Wat? Dat was fucked up, maar wel echt mega cool. This planet is under quarantine. En ik ben geïnfecteerd. Oh ja, tuurlijk. Als ik mezelf scan, dan gaat hij zeggen van, yo, je bent besmet, man. Besmet. Oké. Okay. 800 meter diep. 1 kilometer zuidwesten hiervan vandaan. Oké. As progress detecting skin irritation. Oh, fuck, dat is dope. Nou begint het verhaal echt los te komen, zeg maar. Nu is het niet meer gewoon random survival. Of an antidote for highly infectious bacterium designated Karar. Dus dat is dan het Karar-virus. En ik denk dat ik die moet genezen voordat ik dit kanon uit kan zetten. En wanneer de game zover is, kan ik dan iets bouwen om van de planeet af te komen. Maar daarvoor moet ik kanon uitstaan. Want deze planeet is onder quarantaine, dus er mag niks in of uitkomen, weet je wel. Ah, gaat hij me dan ook eens steken, though? Oh, goddammit! Oké, daar heb ik dus echt even een kompas voor nodig en dan kan ik dat hierop navigeren. Ik moet alleen onthouden dat hij wel bestaat, zeg maar. Zodat ik hem niet helemaal verwaarloos. Shit, man, ik denk dat we nu dus echt onze ziekte ook meteen vooruit hebben gebracht, Stappie. Dat is wel vervelend, want nu gaan we dus echt gewoon symptomen merken, denk ik. En ik denk dat die dan soortgelijk zijn als, zeg maar, die besmette aidsvissen. Maar wat is er dan gebeurd met de mensen die dit hebben gebouwd? Zijn die ook dood gegaan aan aids, ebola of niet? Ik heb geen idee. Nou, oké, dan hebben we die precursor bases ook al gehad. Ik vind het wel heel interessant, dus het lijkt me ook gewoon heel logisch dat je dus die gun uit moet schakelen, dat gigantische kanon, om dus uiteindelijk te kunnen ontsnappen.
Alleen, ja, het is wel overduidelijk dat je daarvoor eerst genezen moet worden. Dus ik denk dat de rest van het spel nu vooral gaat draaien om je infectie te genezen. Op een of andere manier. I don't know. Oh shit, die muziek op hard. Is harder bij sterk. Wat is er dan? Dat maakt me helemaal bang. Oké, zijn we weer. Aurora. Hey, dat is even geleden. Oké, wel stom. Ik heb geen mesje bij. Ik heb geen propulsion cannon bij. Ik heb alleen die lasercut erbij. Ik hoop dat het voldoende is. We gaan erachter komen. Ik heb ook geen water meer. Dus dat is ook best wel vervelend. Dus ik hoop dat hier nog kistjes liggen met wat water. Vaak wel, maar you know. Kijk, water. Got him. Ik ben alleen een soort van vergeten of ik zeg maar hier naartoe kon voor de prawn suit. Of dat ik eronder in moest. Waar ik de propulsion moest gebruiken. Ik denk niet. Oh, wacht. Misschien wel hier. Ja, het was wel hier. Oké, dan zit ik goed. Hey, nog meer water. Lekker. Dankjewel. Goed dat iedereen zo goed rekening met me houdt. Ah, fuck me, help. Hey, nog meer water. Stop nou met die vuur. Snij het gewoon kapot, oké? Voordat die visjes met de kont uit. Oh, is dit die tamponfabriek? Ik ben... Oh, hier, een PDA. Lekker. Pak hem. Dank je. Oké, ik kan hier net ademen, gelukkig. Wat mis ik hier nog meer? Een batterij. Ja, maar dat is allemaal niet echt... Oh, oké, daar hebben we dit maandverband. What the fuck? Is dit... Oh, gelukkig. Herstelapparaat hebben we bij me. Kom maar met de force. Hey, we fixed hem. Yes, daar zijn we dan. De prawn bay. Yeah, prawn suit fragment. Kom maar. Dat is nummer 1. Of dat is als meerdere. 1 van de 4. Oh, that's nice. Ik dacht dat ik al superveel moest. Kijk, nummer 2. Lekker. 3 van de 4. Bijna dan. Het is zo vet. Als ik eenmaal weer een prawn suit heb, dan ben ik een blije jongen, oké? Ja, en dan nog het Cyclops. Ik weet niet of ik die ondertussen al kan maken. Ik heb best wel veel fragmenten, maar nog niet allemaal. Wow, die wil ik hebben. Dat is een power cell. Genees jezelf of zo. Ah, drink ook een water, man. Pak hem. Oh, energiecel. Lekker. Die zijn waardevol. Hey, wat is dit? Een voedingsblok. Ah, dat is ook wel. Allemaal water. Yo, dit is de dikke stash. Allemaal voedingsblokken, water. Noem het maar op. Oh, en daar hebben we die kiddie poster. Ik wil die kiddie poster hebben. Ik kan zeggen wat je wil, maar die poster is belangrijker dan deze iron crystals. Dus ik ga ze droppen. Dat is leuk. Maar ja, ik moet wel iets droppen, though. Ik heb wel heel veel batterijen. Oké, geef me die poster. Yes! Oké, deze zijn dus allemaal dicht. Staat me iets van bij. En hier. Maar nog mijn kamers, heb je een keycode voor nodig. Die kun je waarschijnlijk ergens vinden hier, maar ik weet niet waar. Ik kan hier gewoon dingen opslaan, maar ja. Zoals ik zei, dat is niet echt nut. 1869, oké. 1869. Oh, kijk, een knuffeltje. Oké, die wil ik ook al meenemen. Hier, nog een PDA. Maar wat was de code ook alweer als van deze deur? Ik ben het helemaal vergeten. Ik heb ook geen PDA meer. Wist ik het toen de laatste keer? Ik weet het niet. Zou ik het anders gewoon googlen? Zou kunnen. Google had het antwoord ook niet. Blijkbaar is dat potentieel de deur waar je bepaalde blueprints kan vinden voor de raket die van de planeet weg gaat vliegen. Ik weet het niet 100% zeker, maar ja. Daar kunnen we nu dus niks aan doen. Dus we zijn klaar met de Aurora, als ik me niet vergis. We did it. Waar is de uitgang, though? Ik ben het helemaal vergeten. Wat is dit? Hey, een PDA. Maar het is geen code, nee. Oké, weet je, als het geen code is, dan boeit het me niet echt. Hey, nog een PDA. Is dat wel een code? Nope. Oké, het zou dus daadwerkelijk kunnen dat een soort van captain's hut moet zijn. Waar dan dus de code ligt voor... Oh nee, geen code, maar de blueprint voor, je weet wel, bepaalde zaken. Komen vanzelf achter natuurlijk. Ze zijn nog niet in het spel. Ze zijn er wel heel hard mee bezig, want ik heb al wat filmpjes ervan gezien. Maar shit, man. Shit. Hey, wie is die dame? Ik wil weten wie die dame is. Oké, is wel oké. Ik heb nu alleen één probleem. Ik heb 3 van de 4 prawn suit fragmenten. Ja. Als het even kan, wil ik er nog graag eens scannen hier. Want dit is wel de plek. The place to be. Lijkt me dat hem is. Ik kan hem alleen gewoon niet scannen. Dus ik heb het idee dat ik iets mis. Of dan moet hij hier onderin liggen. Maar het lijkt er niet op. Echt totaal niet. Maar ik wil hier verdomme niet gaan voordat ik een prawn suit heb, oké? Maar waarom zit dit zo wegverstopt? Oh, een power cell. Ja, jezus, die moet ik wel meenemen. En er is nog een ander gevalletje. Hier staat dus bij plannen. Ik heb 3 van de 4 prawn pak. En hier 1 van de 20 prawn pak. Wat dat ook betekent. Cyclops 2 van de 3. Die heb ik dus bijna klaar. Ik moet nog 1 bepaalde soort scannen, maar ik weet niet wat. Maar ja, het grote probleem is dat hier er staat prawn bay. Oké. Maar ja, daar houdt het ook op. Dat is best wel vervelend. Want deze kan ik ook al niet scannen. Oh, deze kan ik gewoon scannen. Yo, waarom is het moeilijk te doen? God, we hebben de prawn suit. Laten we naar huis gaan. Nee, weet je wat? Het was toch allemaal net iets meer werk dan ik dacht. Dus ik hou er hiermee op. De volgende keer gaan we denk ik meteen naar het eiland. Want we hebben nog genoeg resources, oké? We hebben dus nog... I don't know. Misschien moet ik die iron crystals wel even bij mijn base achterlaten. En al die andere shit. Maar we hebben wel het knuffeltje. En we hebben genoeg water en zo. Dat probeer ik op te doelen. Oké, bedankt voor het kijken, iedereen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zie je de volgende Subnautica. Bye!